Mondkapjes, plastic handschoentjes. Sinds corona laten we dat overal slingeren. Biologen Auke Florian Hiemstra en Lieselotte Rambonnet onderzoeken hier in Leiden waar dat zwerfafval allemaal terechtkomt. Lieselotte Rambonnet vaart elke zondag met vrijwilligers door de Leidse grachten. Op jacht naar zwerfafval voor haar onderzoek. Zo, ik zag hier even een plastic zak. Die was zo onzichtbaar dat ik hem nu niet meer zie. Oh jawel, daar. Kijk, heb eens. Yes, heel goed. Ja, toch weer zo'n plastic tas. Ja. Wat is dan zo'n top 5, zeg maar, van spullen die je aantreft? De sigarettenpeuken. Mm-hmm. Dat is wel echt nummer 1. En verder de blikjes en de flesjes. Plastic tassen vinden we ook erg veel. Mm-hmm. En toch wel binnen die top 5 ook wel mondkapjes, zeker in de gracht. En wat is het raarste dat je ooit hebt gevonden? Vind je ook veel condooms bijvoorbeeld? Ja, zeker ook veel condooms, glijmiddel. Een dagboek hebben we zelfs gevonden. Een dagboek? Ja. Leesbaar nog? Ja. Wacht, ik ga heel even daar een zak chips eruit halen. Ja, die kan ik nu niet blikje. Meer laten liggen. Wat is het? Koffiepads. Auke Florian Hiemstra onderzoekt welke kunstmatige materialen er in de nesten van meerkoeten komen. Wauw, wat een mooie onderzoeksplek hier. Ja, toch? Ja. En dit is dan het nest van een meerkoet. En wel een heel modern nest. Heel modern. 2020 nest. Door al het afval wat eruit steekt. En ook echt afval wat dus heel specifiek is voor afgelopen jaar. Ja, de zakdoekjes, ik denk jawbreaker hier. Ja, de plastic handschoen, rietjes. Zien we al een mondkapje ergens? Ja, het is een beetje een zoekplaats, maar je kan hem vinden. Ja, ik zie vooral heel veel plastic nou bovenop. Waar zit het mondkapje? Hier, zo steekt er een mondkapje precies, uit. Ja, klopt. Ja. Heeft zo'n meerkoetnest een vaste structuur? Heeft hij een soort bouwwerk met wetten? Nou ja, hij begint eerst met wat grotere takken onderin. En dan eigenlijk steeds meer naar boven wordt het steeds verfijnder. En eigenlijk in die nest komt, ja, die nest komt tegenwoordig bestaat hij eigenlijk bijna compleet uit plastic in de stad. En dus eigenlijk alles wat hij tegenkomt, sleept hij erheen. Hè. We hebben zelfs hier een fietslamp. De gekste dingen kan je terugvinden in zo'n meerkoetnest. En dus voorspelde ik al, nou waarschijnlijk gaan we ook terugvinden de mondkapjes en de handschoentjes. En heeft het nog veel invloed? Ik bedoel, broeden op plastic lijkt me heel anders dan broeden op hout bijvoorbeeld. Ja, nou ja, vroeger werd zo'n nest dus gewoon gemaakt van rietplanten. Tegenwoordig dus van, ja, plastic rietjes, McDonald's rietjes. Dus het is echt een hele verandering die zo'n nest is doorgegaan. En die meerkoet zelf, nou, dat is gewoon een prachtige zwarte vogel. Als je kijkt naar meerkoeten van honderden jaren geleden, zagen er identiek uit. Maar dat nest is dus compleet veranderd. En wat voor impact dat dan heeft op die vogel, dat weten we totaal nog niet. En dat is dus waar mijn promotie over gaat, waar ik de komende 5 jaar naar mag kijken. Naar wat voor impact heeft het nou als je broedt ineens met heel ander materiaal? Oh, sorry. Oh, ik heb hier een mondkapje. Hey, goed zo. Kijk nou. Bijna overheen gekeken. Ja, ik zag hem niet inderdaad. Nee, zo zie je maar dat er nog van alles blijft liggen. Heel goed. En hebben jullie dan ook impact met zo'n actie? Ja, zeker. Na Koningsdag vonden we bijvoorbeeld 7000 wegwerpbekers in de gracht in Leiden. En we zijn daarmee naar de gemeente gegaan om te laten zien, dit kan toch niet meer in 2020. Moet toch echt anders? En dat wilden ze ook al heel lang. Maar doordat we lieten zien hoe groot het probleem is, hebben we echt iets kunnen veranderen en zijn ze overgestapt op statiegeldbekers. Sinds vorig jaar? Ja. Nou, wat bijzonder. Ja. De buit. Ja, flinke buit toch wel. Het verzamelde plastic wordt niet gelijk weggegooid. Lieselotte sorteert het en kan zo in kaart brengen wat de grootste vervuilers zijn. En afzetlint om afstand te houden. Zo, de anderhalve meter, in de kracht. Ja. Ja, waarschijnlijk van een studentenhuis die een flesje omdoopt tot corona. Want de coronaflesjes waren uitverkocht. We hebben nu een heel klein stukje in de gracht gevaren. In een heel rondje kan je wel 70 mondkapjes vinden. In één zondag. Dit is twee van één varen. Dag twee uurtjes varen. Varen met jullie vrijwilligers. Ja. Zoveel mondkapjes. Zoveel, ja. Zo, hé. Ja, dat, als je dit dan zo ziet, dan moet ik ook gewoon echte stoffen mondkapjes die je kunt hergebruiken, ja, ook in wassen gaan gebruiken. Ja.
Dit is ja, dat is wel de oplossing. Ja. Ja, dat mondkapje in een vogelnest is nog de vraag hoe erg dat is. Maar dit is wel een probleem. Dit is het eerste coronaslachtoffer van corona-afval in Nederland. Die is er helemaal ingezwommen. Wat ja, is het eigenlijk? Het is een baars. Deze is in de duim gezwommen van een coronahandschoentje. En zat vast ineens. Ja, maar ook echt precies in die duim zo. Jeetje. Precies in de duim. Ja. Heel tragisch. Je ziet ook dat hij hier een beetje is gescheurd. Dus waarschijnlijk heeft hij nog heel erg met die staart zitten spartelen. Maar ik kan wel even laten zien. Ik heb hier nog een baars. Dit is dus als hij, dit is als hij wel groot was geworden. Als hij de goede afslag had genomen. Ja, ja, en dan zie je dus dat eigenlijk op die rug heeft hij een soort van stekels. Het lastige van die stekels is als hij in zo'n corona handschoen zwemt, in die duim zwemt, ja, dan zit hij vast. Dan kan hij niet achteruit terugzwemmen, want die stekels die houden hem tegen. En dus een heel noodlottig eind van een prachtige baars. Auke Florian en Lieselotte gingen op zoek naar meer dieren die verstrikt raken in ons corona-afval. Bij deze pinguïn, die aanspoelde in Brazilië, werd zelfs een mondkapje in de maag aangetroffen. De gekste beesten, die doen iets met dat corona-afval. En daarvan hebben wij dus een grote publicatie geschreven nu met een soort overzicht van hoe groot is nou de impact van ons op de natuur. En dan zie je dus dat datgene wat ons beschermt, juist voor de natuur een enorm gevaar is.